Hi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Er is wat informatie over Donald Trump. Hij heeft namelijk de rechtszaak in New York verloren. Dat was eigenlijk al duidelijk, maar nu weten we ook hoe hij het heeft verloren. Hij moet 355 miljoen betalen en hij mag 3 jaar lang, en hij mag ook zijn zoons, zijn bedrijf daar niet runnen. Eigenlijk valt het mee. Ik had meer verwacht. Het had veel hoger kunnen zijn. Het had kunnen zijn dat hij zijn hele bedrijf had moeten opdoeken. Dus het valt nog mee. Maar de vraag is waar die 355 miljoen vandaan haalt. Want dat is niet alles. Want hij heeft ook nog 88 miljoen aan een vrouw die hij heeft verkracht moet hij betalen. En hij zal de nodige rekeningen van de advocaten hebben. Dus we praten hier makkelijk over een half miljard die hij cash moet betalen. Ja, en dan is de vraag, heeft hij dat? En het antwoord is heel duidelijk, nee, dat heeft hij niet. Hij heeft dat bij lange na niet. Donald Trump lijkt erg rijk, maar we weten dat hij al zijn bezittingen overdreven heeft. Hij heeft op al zijn bezittingen namelijk leningen. En die leningen zijn veel groter dan de bezittingen waard zijn. Want zo werkte die. En zijn eigen appartement was op papier 3 keer groter dan dat het in het echt was. En daar heeft hij dus lening op gekregen. Ja, dat er dan niemand even gaat kijken om te meten, dat is dan dom van degene die de lening verstrekt hebben. Maar wat Donald Trump nu moet doen, is kijken of hij ergens aan geld kan komen. En een van de mogelijkheden is dan om zijn bezittingen te verkopen. Maar daar schiet hij niet veel mee op. Want dan moet hij die leningen erop aflossen. En die leningen zijn groter dan het bezit, ondanks de waardestijging van het onroerend goed. Dus daar schiet hij niet veel mee op. Hij moet ook dan belasting betalen over de verkoop. Dus dat gaat hem niet worden. Dus nu is echt de vraag, hoe dan verder? Nou, het kan zijn dat er een beslag wordt gelegd. Het kan ook zijn dat hij toch weer ergens probeert om in hoger beroep te gaan. Dat is constant het spelletje. En dan hopen dat hij nog niet hoeft te betalen, dat het beslag nog niet wordt gelegd. Daar kan hij op hopen. Maar ja, hij zit nu vreselijk klem. Er is maar één weg uit voor Donald Trump. En dat is president worden. Want als hij president wordt, dan kan hij zichzelf een pardon geven, denkt hij. En dan kan hij eronder uitkomen. Dus voor hem is het nu echt een life of death situatie. Hij moet president worden, anders dan ja, wordt hij gehatifieerd. Wordt hij gewoon ontmaskerd als iemand die helemaal niet zo rijk is. Die heel veel geld heeft kunnen lenen. Door middel van die oplichting waar hij nu is voor veroordeeld. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar ik verwacht eigenlijk toch wel vertragingen in die betaling. Hij zal toch proberen om daar onderuit te komen. Maar hij moet wel, want ja, wat kan hij anders doen? Ik zie hem niet zo snel die spullen verkopen, omdat dat ook niks zou uitmaken en alleen maar duidelijker maakt dat hij nog grotere problemen heeft. Want ja, dan gaan degenen die het geld hebben geleend, gaan hem ook nog eens achtervolgen. En dat is het laatste wat hij wil. Dus. En hij staat al bekend als iemand die zijn rekeningen nooit betaalde. Zijn advocaten bijvoorbeeld, bijna allemaal, hebben niet gekregen waar ze recht op hebben. Ze geven hem de rekening, hij betaalt niet en ze blijven toch voor hem werken. Ja, ik weet niet hoe stom je kan zijn als advocaat, maar ze doen het toch iedere keer en het gebeurt ook iedere keer. Ook Rudy Giuliani zegt dat hij nog 8 miljoen te goed heeft van hem. Ja, die gaat hij dus nooit krijgen. En ja, dom van hem dat hij de rekening zo heeft laten oplopen, maar ja, op een of andere manier weet Trump toch iedere keer dat soort stunten uit te halen. En men trapt er steeds in omdat ze denken dat ze er beter van worden door zich te lieren aan Trump. Maar alles wat Trump aanraakt gaat dood. Iedere carrière waarmee hij te maken heeft gehad gaat kapot. En toch zijn er dan weer iedere keer mensen. Het is ook duidelijk dat als Trump dus inderdaad president gaat worden, als het dat lukt, dan is dat niet omdat hij voor Amerika iets wil betekenen. Het is alleen maar omdat hij voor zichzelf iets wil betekenen. Dat is de reden dat hij president wil worden. Het is zijn enige mogelijkheid om eruit te komen. Hij heeft niets met dat presidentschap. Hij heeft ook weinig gedaan in zijn vorige presidentschap. Iedere derde dag was hij aan het golven. En ja, goed, er is uiteindelijk ongelooflijk weinig terechtgekomen in zijn jaren. Het enige wat terecht is gekomen is dat de superrechtse politici een heleboel spelletjes hebben kunnen spelen. Want hij liet ze hun gang gaan. Dat is er gebeurd. De opperrechters die zijn er niet gekomen omdat Trump die wilde hebben. Die zijn er gekomen omdat de Republikeinse
Haviken dat daar wilde hebben. En ja, zijn presidentschap is een enorme mislukking geweest. Amerika heeft gewoon 4 jaar stilgestaan. Trump zou komen voor infrastructuur, heeft daar niets aan gedaan. Biden kwam voor infrastructuur, er is ongelooflijk veel gedaan. En Trump zou de gezondheidszorg zou die ontmantelen en dan weer opbouwen. Hij heeft het nog niet eens kunnen ontmantelen. Dus ja, het is wat dat betreft diep triest wat hij 4 jaar lang heeft gedaan. Als hij terug zou komen, ja, dan is het eind van de democratie. Want het gaat Donald Trump niet om de democratie, het gaat om zijn eigen hachje. En die democratie kan hem gestolen worden. Hij wil worden zoals Poetin en zoals Kim. En niet zoals een Biden die rekening moet houden met andere politici. Dat is niet iets waar Trump naar aan het zoeken is. Hij wil de dictator worden omdat hij van zijn probleem af wil. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.